Hij is gestorven, maar hij is ook opgestaan. Het eerste en het tweede. En dat hij weer opgestaan is ten derde dagen naar de schrift. Paul zegt, als daar die twee thema's, dat is de inhoud van mijn verkondiging. Dat Christus gestorven is en dat hij weer ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Dat zijn de twee grote pilaren waarop het christelijk geloof steunt. Dat zijn feiten. Het zijn feiten. Wij geloven niet in ideeën of in gedachten. Het zijn feiten. Zekerheid. Zekerheid. Hier ligt de zekerheid. Het zijn historische gebeurtenissen. Heel veel godsdienst is vooral maar een beetje gedachte en voorstelling. Maar het zijn feiten. En hoe noemen wij die feiten? Het zijn niet zomaar feiten, als uit de vaderlandse geschiedenis. Het zijn heilsfeiten. Zo noemen wij het. Hè? De heilsfeiten. Wat een woord. Feiten die heil verkondigen. Heilsfeiten. Werkelijkheden, waarheden, zekerheden vol van heil. Wat troost u dat Christus, zegt die catechismus, is gestorven en begraven. Dat ik er zeker van mag zijn dat alles is volbracht. En dat ik er dus niets, maar dan ook niets meer aan toe hoef te voegen. Had Luther dat nou maar als jonge monnik beter begrepen? Dat had hem veel angst en benauwdheid bespaard. Want hij dacht het nog wel wat toe moest voegen. Had hij nou maar de catechismus gehad, bij wijze van spreken. En wat lijken wij vaak op Luther, niet? Wat zijn we ook vaak maar bezig om toch nog iets aan de voldoening van Christus. Ja, maar dan moet ik ook nog wel dit en dan moet ik ook nog wel dat. Wie heeft daar geen last van? Maar zijn we nou werkelijk met dit lam tevreden? En dat er nou werkelijk niets, maar dan ook niets aan hoeft toegevoegd te worden. Hij is gestorven en begraven. Dus volbracht, victorie, voldaan.